weer terug bij de Evangelische Omroep, dames en heren. Goedenavond. In ons programmaschema van vanavond zijn een paar wijzigingen gekomen. In verband met het overlijden van een van de oprichters van de Evangelische Omroep, broeder Jan Kits, wordt om 9:50 een in memoriam uitgezonden. En tijd zijn begint daarom 10 minuten later dan aangekondigd. Wat u in tijd zijn vanavond kunt horen en zien, hoort u nu eerst even van een van mijn collega's daar. Straks in tijd zijn. Een mooi Nederlands staaltje van alternatieve sleepkunst of hoe vervoer je Europa's grootste drijvende dok naar Amerika? De Billingsmethode, een natuurlijke en vrouwvriendelijke manier van geboorteregeling. En naar aanleiding van de komende zondag van gebed voor Nicaragua, een eigen reportage over de feitelijke toestand daar. Verder nog aandacht voor het Haagse van vandaag met een politieke reactie op de herkenning door de rechter vanmorgen van psychisch lijden als grond voor euthanasie. Tijd zijn is er zoals u net al vernomen heeft wat later dan gepland staat in de gidsen, namelijk om 9:55. Graag tot straks. En na tijd zijn gaan wij verder met een vervolg op onze serie De Joden en hun beschaving. Om 10:55 zal dat zijn. Verder vanavond nog een programma over 3xM om 9:30. Maar nu eerst een uur lang een boeiend schouwspel van onze nationale taptoe in Breda, die dit jaar voor de 11e keer gehouden werd.